Arno Kammerga, allereerst, hoe was het om weer eens een wedstrijd te zwemmen? Ja, een beetje onwennig eigenlijk. Maar ja, het is het leukste wat er is. Geweldig. Ik ben blij dat ik weer kon racen en dat er hier echt een prachtwedstrijd ligt. Ben je ook blij dat je gewacht hebt? Want er waren wel andere opties om eerder te zwemmen. Ja, weet je, ik heb een heel mooi plan gemaakt samen met mijn coach. Natuurlijk is het een raar jaar geweest. Eigenlijk door alle plannen zijn strepen gegaan. Hele grote vraagtekens. Maar we hebben zo snel mogelijk geprobeerd een nieuw plan te maken. En ja, dat is een heel mooi plan geworden. Hoe vind je dat je het er zelf van afgebracht hebt in deze ambiance? Ja, heel goed. Ja, ik mag echt niet klagen. Dit is misschien wel het best haalbare. 3 geweldige dagen gereisd. Hartstikke mooie tijden gezommen. En ja, met alle 3 mijn races ben ik hartstikke blij. We kijken naar die tijd van Kammerga. En dat is 2.06.85. 2.06.85. Een fantastisch nieuw Nederlands record. Jij hebt zo ongeveer onderhand een abonnement op Nederlandse records. Doen ze je nog wat? Zeker. Elk Nederlands record blijft speciaal. Toch geniet ik wel extra van die 200 meter gisteren. Maar ja, het blijft altijd speciaal om een Nederlands record te zwemmen. Dat gebeurt niet zomaar. Je zou kunnen zeggen, we zitten in het pre-Olympisch jaar. Hoe zit jij met je gedachten bij Tokio 2021, als je het zo mag noemen? Ja, ik ben eigenlijk 4 jaar geleden begonnen met mijn coach Mark Faber. En toen zijn we eigenlijk begonnen met het verhaal Tokio 2020. Nu hebben we een jaartje extra. En ja, we zijn eigenlijk in een hele grote stijgende lijn hebben we ingezet. En ja, die blijven we vooral doorzetten. Komt het jou ergens goed uit dat die Spelen een jaar later worden gehouden als het zo doorgaat? Het is zeker niet mijn nadeel. Maar ja, ik had er afgelopen zomer wel klaar voor geweest. We hebben nu een jaartje extra, dus het is een jaartje extra trainen en een jaartje beter worden. Dus ik vind het wel leuk. Hoe schat je jouw kansen in op Olympische medailles? Dat is heel lastig in te schatten. Ik ga me ook niet branden aan die vraag, maar daar train ik wel voor. Ik sprak met Jeroen Gruters, zwemcommentator bij NOS, die zei... zelfs het woord Olympische titel zou je richting Arno Kammerga kunnen neerzetten. Ja, we zagen 4 jaar geleden in Rio op de 200 school... dat als je een baan hebt in de finale, dan kan je winnen. Uit de buitenbaan, baan 8, is degene die als laatste de finale inging, die won hem uiteindelijk. Zo dicht ligt het veld ook bij elkaar. Ik zom nu dan de 4e tijd ooit gezongen. Maar ja, het ligt heel dicht bij elkaar. Ik kan zo aan de winnende kant of zo aan de mindere kant eindigen. En ja, ik ga hard trainen om ervoor te zorgen dat het eerst is. Je bent 25, mag je zeggen dat je een laatbloeier bent? Ja, je ziet tegenwoordig wel steeds meer oudere zwemmers. Toch zie ik mezelf wel als een laadbloeier. Vooral omdat ik eigenlijk pas op latere leeftijd serieus ben gaan zwemmen en in het nationaal team gerold. Ik heb echt een inhaalslag moeten maken. Maar ja, onderhand kunnen we niet meer praten van een inhaalslag, maar hoor ik er gewoon bij. Tot slot, Nederlandse titels heb je in overvloed, Europese titels inmiddels. Wordt het jaar 2021 voor jou het jaar om te oogsten? Ja, dat is wel het plan. Ik heb, als het mee zit, 4 toernooien, internationale toernooien. Dus ik heb 4 keer kansen om eremetaal te pakken. En alle 4 zijn ze even belangrijk en ga ik ervoor. Arno Kammerga uit Katwijk, Olympische medaille. Klinkt goed. Daar droom ik van.